De wedstrijd tussen Oranje-Zwart en Den Bosch is, op papier in ieder geval, een ras-echte streekderby. Maar leeft dat eigenlijk nog wel een beetje, dat derbygevoel? Rob Rekkers, die lang speelde voor Oranje-Zwart en dat nu doet bij Den Bosch, en Sjoerd Marijnen, nu coach voor Oranje-Zwart, maar vroeger jaren speler van Den Bosch, geven antwoord. Nou ja, onder de jongens, het leeft wel een beetje. Het is veel minder dan het vroeger was. Vroeger was dat echt, dan was je de hele week op aan het trainen, want de derby kwam eraan. Dat leeft nu iets minder, maar het wordt wel eens aangehaald. Maar ik vond het niet zo heel bijzonder. Ja, bij mij niet meer zo, maar dat komt ook omdat ik weinig jongens nog van Den Bosch ken. En ik ken wel iemand uit de begeleiding, dus dat vind ik wel weer leuk. En de club zelf natuurlijk. Maar ik had niet het gevoel dat het heel erg leefde hier. Bij de jongens misschien? Nee, ook niet heel erg. Ja, Den Bosch is toch wel een heel ander team dan dat het was. Dus ik denk dat deze jongens daar ook minder mee hebben. Echt een derby op papier dus? Ja. Rekkers en Marijnen hebben dus beide een achtergrond bij zowel Den Bosch als Oranje-Zwart. Was dit voor hen daardoor nog een extra speciaal duel? Nou ja, luister, ik heb hier mijn hele leven gehockey. Dus natuurlijk is het wel een iets wat speciale wedstrijd. Maar ik heb het benaderd als gewoon een normale wedstrijd. En het is gewoon voorbereid zoals ik altijd doe. En ik ben ook niet extra zenuwachtig geweest. Dus het zijn gewoon leuke wedstrijden. En het ging erop, leuke derby. En leuk om een keer aan de andere kant in het witte shirt te staan. Voor jou eigenlijk nog speciaal om tegen Den Bosch te spelen? Nee, wat ik net al zei, steeds minder. Want de afstand wordt natuurlijk steeds groter. In de zin van dat ik steeds minder jongens ken van Heren 1. Gijs Vos is volgens mij nog de laatste waar ik mee heb gehockeyd en dan houdt het op. En dan de wedstrijd zelf. Die werd met 3-1 gewonnen door de thuisploeg, maar eenvoudig ging dat niet echt. Den Bosch had lang zicht op een beter resultaat. Ja, ik denk dat we wel wat kansjes gehad hebben. Ik denk dat Oranje-Zwart over de hele wedstrijd te zien beter was, dus dat ze wel terecht gewonnen hebben. Maar er waren kansjes en ik geloof op 2-1 dat we nog een open schotkans hebben. Ja, dan zit je er heel dichtbij. En het was even frustrerend na de wedstrijd. Maar op zich hebben we, ik denk, een hele fatsoenlijke wedstrijd gespeeld. En in ieder geval basis om op voor te borduren. Een verdienen we wel een moeizame zege, denk ik. Ja, helemaal eens. Ik had er ook iets meer van verwacht. Ja, over het spel van je ploeg, zeg maar. Ja, absoluut. Kijk, we hebben kansen gecreëerd in de eerste helft. En die hebben we niet gemaakt. En als je die maakt, dan doe je het echt goed. Wij zijn een stuk verder dan Den Bosch. En ik denk dat het ook niet raar is. We hebben een goede, op elkaar ingespeelde ploeg. Maar het is een beetje zonde dat je jezelf niet wat meer beloont vandaag. Nou, ik denk dat je vandaag hebt kunnen zien dat er heel veel kan. Ik bedoel, tegen Oranje-Zwart hebben we aardig wat gecreëerd. En denk heel behoorlijk gespeeld. Dus er zit voldoende in. Maar ik denk dat wij ons niet moeten meten met ploegen als Oranje-Zwart en Amsterdam. Wij moeten gewoon zorgen dat we iedere week alles eruit halen. En dan komt het voor ons zeker helemaal goed. We hebben twee hele zware wedstrijden gehad. 4 punten. Het hadden er meer kunnen zijn, maar we mogen niet klagen. Vandaag gewoon weer 3 puntjes erbij. Wat ik al zei, dat is best wel een lekker begin. We hadden er meer van verwacht vandaag, maar het zat er helaas niet in. En dan heb ik zoiets van 3 punten, je kunt er niet meer halen.